vrouw die opkomt voor alle andere vrouwen. Een vrouw die strijdt tegen de onderdrukking van de meest kwetsbaren onder hen. En ze laat daarbij geen enkele weg onbenut om haar doelen te realiseren. Al jaren werkt zij samen met haar VZW aan de educatieve, sociale en economische ontwikkeling van vrouwen en kinderen in Afrika. Maar naast haar inzet op het veld is zij ook professor verbonden aan 2 universiteiten en timmert ze ook verder via die academische weg. Al jaren strijdt onze vlam, Els Leijen, en u ziet haar hier, tegen de vrouwelijke genitale verminking, de zogenaamde vrouwenbesnijdenis. Een traditionele praktijk waar naar schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie meer dan 100 miljoen vrouwen met de gevolgen van leven. Jaarlijks, beste aanwezigen, zouden 3 miljoen meisjes en vrouwen slachtoffer worden van genitale verminking. Els Leijen werd genomineerd door onze collega federaal parlementslid Rita Gantois. Ja, ik ken Els Leijen al een tijdje eigenlijk. En ik heb eigenlijk zeer veel bewondering voor Els. Wij vrouwen, denk ik, moeten allemaal voor elkaar opkomen. En we kunnen niet allemaal naar Kenia of Senegal of Congo trekken. Dus Els doet dat wel. En zij doet dat met ondersteuning van wij die hier proberen op onze manier daar een steentje bij toe te dragen. Maar je moet het nog wel doen. En ik denk dat de manier waarop zij dat doet, waarop zij de plaatselijke bevolking betrekt bij allemaal haar projecten daar, waarop zij echt schermt voor vrouwen en kinderen, door ook contacten te leggen met de plaatselijke regering daar, met de plaatselijke bevelhebbers, bevoegdhebbers, dat zij dat heel goed doet. En dat zij iets aan het opbouwen is, waardoor vrouwen weerbaar en sterk eruit komen. Ik moet jullie helaas ook meedelen dat de uitreiking van de vlam dit jaar een iets wat ander verloop zal kennen. Want een week geleden, vorige week vrijdag, liet Els ons weten dat haar vader plots overleden was en dat hij net vandaag begraven zou worden. Een geval van overmacht dat uiteraard volledig op ons begrip kan rekenen. De uitreiking uitstellen leek ons naar aanleiding van Internationale Vrouwendag en deze week, waar dus alles in het kader van Vrouwendag stond of staat, niet aangewezen. Ze zal vandaag, Els Leijen zal vandaag zelf niet aanwezig kunnen zijn, maar des te meer zijn we vandaag ook in gedachten bij haar en haar familie. Ja, ik denk dat dat een bekroning is ook en dat dat ook een ondersteuning geeft. De bekendheid die dat haar project daardoor een stuk krijgt, kan alleen maar bijdragen tot een geslaagde en nog een uitgebreidere werking. Ik denk, je kunt heel lang in de lute en in de stilte werken, maar ik denk dat bekendheid u nog meer kansen geeft, u meer supporters geeft en hopelijk mensen die haar meer en meer nog gaan ondersteunen.